Hey en welkom bij een nieuwe video. We gaan vandaag iets heel anders doen, om eigenlijk maar te zeggen. We gaan namelijk paardennamen verzinnen. En ik ben er niet zo goed in, dus dat is leuk voor als ik paarden moet gaan kopen. En ja, ik ben ook nu weer bij Suzanne. Dus ik moet niet op zo'n irritante manier door de microfoon. Ik heb die video gezien. En het klonk niet zo fijn. om aan te horen, maar... Oh, Suzanne Woensdorm heeft heel veel namen. Nou, ik heb er ook wel veel, alleen... ja, ik ben er niet zo goed in ons verzinnen. Maar... we hebben hier wel paarden. Suzanne Woensdorm zal ik ze opnoemen, dat... Oké. Okay. Cute monster. Ik ga ze niet allemaal zeggen hoor. Dan een paar. Lucky Power. Lucky Clover. Spotlight Cream. Oké. Okay. Meteor Shower. Marble. Ja, zo. Ben ik zo slecht of komt het gewoon niet uit? Zo. Hard. Dankjewel. Last Melody. Lion Mane. Onyx Stone. Option Orb. Obsidian Orb, Nordmist, North Hill, Party Time, Wondershine, Peppermint, Hot Pepper, Ice Wind, Lemon Tea. Oh, kan dat? Oh, nou dat is het niet. Last Cast, dat was het. Ghost, sorry, ik ben echt slecht. Midnight Ring, Mini Hero en... Fancy Pumpkin. Wow, kan dat? Wow, nu wil ik het weten ook, hè. Maar laten we ook eens kijken of die naam kan. Want we weten niet alle namen zeker. Dus laten we kijken. Fancy. F, 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 F. Oh, ik ben over bij de F. Fancy. Ja, het kan! Fancy Pumpkin! Ja, het kan! Yay! Dat vind ik leuk. Bobby! Ja, daar precies. Ja, Bobby! Ja, welke namen zijn nog meer leuk? Laten we kijken! Fate Cookie? Die naam heeft Suzanne Woodster ook. ja, we kunnen ook gewoon alle eigen namen opnoemen. Dat zijn ook leuke namen. Oké, laat ik Suzanne Woodster inspecteren als ik weet waar ze staat. Verder. Dan kan ik als Suzanne Woodster zijn naam opnoemen. Nou, Superhero is nummer 1 dan. Snow Spirit, Fate Cookie, A-Spirit, Lucky Power, Lion Flash, Snow Mystery, Lion King, Blueberry, Mouse Beam, dat is leuk voor de huispony, Ice Jumper, Snow King, Big Rabbit, Ultra Candy, Big Hoof, Royal Cookie, Firefly, Cloud Runner, Thunder Secret, Fast Flame, Cold Glory, Bumblebee, Disco King, Bumble Galaxy, Frost Crystal, Cookie Monster, Apple Diamond, Wolf Ninja,
chocolate chip, strawberry hurricane, angel green en amber fire. Fire, jawel. Ja, dat is ook leuk nou. Ja. Als ik al mijn paar namen gaan opnoemen. Sparkfish, dragon. Oh, Dragonfire, yay. Laat ik al haar namen opnoemen. Oh ja, en je zit in de video, meisje. Hey, hoeveel paarden heb jij? Oh. Winter Spirits, ook een leuke naam. Jouw naam wordt gebruikt in de video. Leuk. One. Ben je Engels? Anders versta je me nu niet, maar... Oh, en Elkon ook. Oké. Dat zijn wij wel. Dus dat is makkelijker. Ik heb advies nodig. Met wat, meisje? Met wat? Met welke pony je gaat kopen, omdat je genoeg stalkertje hebt. Maak een top 3. Witte, de zwarte geplekte en de bruine geplekte. Grote vlakken, oké. Oké. Wit, bruine geplekt. Dan zou ik de grote bruine geplekte nemen. Maar dat zou... Als ik jou was, zou ik en waar wordt je blij van? Dat is ook een goede vraag. Ik heb geen idee. Welke kleuren paarden vind je normaal het leukst? Suzanne Hoedsman gaat even verder kijken naar namen. Zwart. Dan zou ik zwart geflekt doen. Moonking. Ja. Man koning. Of king. Als jou was en je vindt zwart de mooiste kleur, zou ik de grijze. Ja, Albertine Franska is online. Oh, sorry. Dat is een hele goede vriendin van mij. Oh ja.
Trouwens, Ali of Albertina krijgt nu hopelijk meer volgers bij, want abonneer zeker op haar kanaal. Oh, ja, dat. ze heet gewoon Albertina Franskei. Als je dat opzoekt, vind je haar... oh, Ice Crystal. Ja, die is leuk. Maar als je dat opzoekt, zie je haar kanaal en ga daar zeker op abonneren. Oh, daar praat iemand tegen me. Dat is zo. Thanks. Veel dank. Ik heb weer iemand gelukkig gemaakt. Sorry. Oh. Winnie. Winniefly. Dat is de leukste naam in mijn leven. Honey, honey. Laat ik ook even mijn naam uitkomen. Sweet honey. Dat is wel een leuke naam. Walrus Flash? Dat is een naam. Ze dus zoek maar op. Sunflower. Sun King, ja. Yeah. Dus maar, zoek maar op. Het bestaat echt. Walvis Flash. Oh, Suus. Misschien is het tijd om de video af te sluiten. Dat we de 2 maken. Thunderflash, ja, dat is een leuke naam. Dit is deel 1 trouwens van namen voor paarden. Komt denk ik nog wel in deel 2 of deel 3. Maar voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. En tot de volgende, doei!